Aflevering 2 van Feyenoord Carrière FIFA 17. Het is weer helemaal begonnen. En ik heb heel veel reacties gehad voor jullie. Gaan we natuurlijk ook een aantal gaan we er doorheen met de transfers. Want de transfers heersen wel hoor. Je voelt ze. Je voelt dat het in de buurt komt. Een grote transfer. En dit is al eentje natuurlijk die gebeurd is zonder dat ik controle over had. Jurgensen. En er zijn er wel een aantal meer. Zoals Berghuis geleend natuurlijk. En we weten allemaal dat er een aantal spelers gekomen zijn, maar ook een aantal spelers gaan weg. En in deze aflevering gaan we verder met het transfer van Emil Hansson. Sommige jongens worden misschien uitgeleend, dat ligt er allemaal aan. Ook heb ik jullie suggesties natuurlijk nodig. Maar eerst wedstrijd tegen Hoffenheim, de populairste tegenstander in dit toernooi. En ik denk dat Hoffenheim de grootste kans maakt om ook dit toernooi te winnen. Maar dat is natuurlijk nog een ver weg, want we kunnen zelfs nog winnen. Hier een mooie paas op Tapia, ik moet beter. Heel mooie paas op Gustafsson, maar die kan met zijn verkeerde been schieten. Tapia, dat kan hem worden. No, wow, oh, man. En Bikakisic. Ik had het nooit moeten proberen. Die kan ervoor zorgen dat we daar niet scoren. Oh, dat was toch zo heerlijk geweest als we die daarin konden rossen. Maar in de tweede helft komt Kuyt erin voor Tapia. En dan wordt wat doorgeschoven en komt Tornstra op het middenveld te spelen. Potekin. Oh, dat was een mooie kans geweest, zeg. Of dat was een mooie kans geweest, daar heb ik het over. Dat was een mooi doelpunt geweest, dat was een hele mooie kans. Maar hoe je hem ook aanneemt. En wat ik heel opvallend vind in FIFA 17 zijn een aantal dingen, maar ja, daar zullen we het nog wel later over hebben. Maar het vooral het meest opvallende is dat als er een bal de lucht komt, gaan mensen heel vaak niet voor de kopbal, maar eerst om op de borst aan te nemen. Dat vind ik zo heel apart, dat weet ik niet. En hier een, ja, wat kan ik zeggen, gewoon een heel mooi doelpunt van Hoffenheim. En we gaan natuurlijk nog wel rap door deze wedstrijd, maar dat komt omdat het grootste nieuws is natuurlijk eigenlijk buiten de wedstrijd. En daar is het meest om te doen. Maar wat een heerlijk doelpunt van Sebastian en Rudy. En wat een geinige celebration zo, wat heck. Het is wel leuk om te zien dat er wat meer interactie is met de dingen buiten het veld en niet alleen maar op het veld. Maar jammer genoeg de verkeerde kant waar er wordt gescoord. En Hoffenheim, die legt hem gewoon heerlijk in het mandje door middel van deze paas. En het had eigenlijk buitenspel moeten zijn. Onze jongens hadden beter buitenspel moeten lopen. Maar het was ook niet echt de fout van Vermeer. Het was gewoon een heel mooi doelpunt. En wij balen natuurlijk. Want ja, we moeten nu tactisch iets anders gaan doen. En het was een probeeropstelling die ik geprobeerd heb. Twee spitsen. Was het twee spitsen? Ik zit nu even te twijfelen of dat hem al is. Kuyt! Kuyt, die kan hier, Kuyt kan hier gewoon een beslissing maken, maar helaas wordt het hem niet. Ah, dat was een heerlijke bal geweest, zeg. Ik zit even te twijfelen of ik nu al het 4-4-2 had gebruikt, of dat het in de volgende wedstrijd is. Want het is natuurlijk van tevoren opgenomen, want ik maar een aantal uurtjes had om te spelen. En ik wil zeker weten dat ik volledig gefocust was op de wedstrijd. Vandaar in deze 10 uur periode. 90 minuten was trouwens nog steeds 4-3 gewoon. 4-3-3 is nog steeds 4-2-2 is wat we in de volgende wedstrijd gaan spelen. Maar we kunnen het nu niet redden. We kunnen het niet doen. En Hoffenheim wint. Het is ook aan de andere kant ook niet zo heel raar dat Hoffenheim wint. Want laten we nou eerlijk zijn. Ze hebben gewoon een fantastisch elftal. En ze doen nu zelfs ook nog mee om gewoon de subtop in Duitsland. En spelers als Rudy, ja, die weten gewoon wel hoe je belangrijke wedstrijden moet beslissen. En wij konden helaas niet genoeg kansen creëren. Nu denk ik dat het wel te maken heeft met dat we natuurlijk veel aan het wisselen zijn. En niet echt kijken naar een vast plan in onze spelers. En niet echt tactiek nog erin zit. We moeten nog met elkaar oefenen. En ik denk dat we steeds beter worden op wedstrijd. Maar deze wedstrijd was op wereldklasse. En ik weet dat ik een aantal klachten gehad heb van mensen die zeggen, kan het niet makkelijker? Wordt het niet veel te makkelijk als je het op wereldklasse doet? Ik ben er op zich wel mee eens, maar daarom heb ik ook gewisseld naar Legendary in de volgende wedstrijd. En hier opvallend, ik wil Dirk Kuyt een transfer aanbieden. Hansson, die gaat sowieso weg. Die 1,2 accepteert dat bod. Dus we gaan zien wat daaruit komt. En ook krijg ik opnieuw Bradley 1,3 ga ik zeggen. Want dan kan ik misschien nog meer geld krijgen. Je weet niet wat er gebeurt. Maar wat ik wil zeggen over Kuyt was, ik ga hem een nieuw contract aanbieden. En ik hoop dan natuurlijk dat hij misschien daar wat mee wil doen. Hier een reactie van Malakaman, Rashford, Just Noah, Depay, heel rap doorheen. Al die gasten allemaal informeren. Lens, Charlie, Astor of Guidetti. Ik probeer Guidetti te scouten. En dan gaan we nog eens even Van Persie vragen. Precies hoe het zit met informeren naar Robin van Persie van de reactie van Smurfbear. Dan hebben we ook nog Niels. Die heeft een hele zooie reacties. De echte Niels en niet de neppe. Dat zou natuurlijk heel apart zijn als de neppe Niels zou zijn.
En dat waren dan informeren en inquiries, zoals je dat in het Engels noemt. Maar ook gewoon scouten en kijken hoe ze het doen. En dan in de komende aflevering gaan we natuurlijk die transfers echt maken. Dus het is nog een beetje opbouw. Als je nou denkt, nou, er zit een speler bij, dan moet je echt kiezen die niet in het rijtje staat. Of je hebt een van de gasten in het rijtje gezien en denkt, ja, voor die moet je kiezen. Of misschien een positie die je moet versterken. Laat het dan natuurlijk weten. Ik wil even weten hoe het uitshirt eruit ziet. En Dirk Kuyt, de man die het contract aangeboden heeft gekregen, die mag het gaan doen. Legendarisch is het niveau waar ik hem op zet. Zult u echt verschil kunnen zien. Met de wedstrijd van net was wereldklasse tegen een betere tegenstander. En die konden ons ook verslaan. Dus ik denk dat we gewoon een beetje geluk hebben gehad tegen Aston Villa. Spelsnel op normaal, hè? Niet op snel. Ook reageursels op gehad. European Shield, Veltins Arena, Feyenoord tegen Nice. En Nice is helemaal geen slechte club. Niels is niveautje, ik denk niveautje Feyenoord, Nice. Dat denk ik wel. Misschien dat we iets beter zijn. Maar Nice heeft veel sterke spelers en ze kunnen wel aardig wat risico creëren. Aftrein gaat beginnen 4-4-2, dat we spelen Jurgensen en Roberta samen. En die twee moeten het gaan doen. Roberta 64 rated, maar die kan nog hele mooie dingen gaan doen natuurlijk. En of ik hem ga uitlenen, dat weet ik nou nog niet zeker. Dat gaan we allemaal nog zien of we aan binnenkomen. En het is Labby Han en dan sta je 0-1 achter. En het is inmiddels alweer de 35e minuut, want zoals ik al zei, die vriendschappelijke wedstrijden, dat gaan we rap doorheen. Maar deze doet wel erg pijn, dat we zo snel al een doelpunt incasseren. En dan moet je toch weten dat het misschien aan een strategie ligt dat we, ja, dat we niet die kansen kunnen creëren, want er is echt geen kans geweest hiervoor. En qua verdedigend werk, het kon natuurlijk beter, maar het is geen verschrikkelijk fout. Maar dat zijn dingen waar je op moet letten. En natuurlijk ook weer een nieuwe keeper worden gehaald, want ik probeer weer te rouleren. Meteen na de aftrap, nadat die 0-1, echt letterlijk daarna, hè, moet je kijken. Kuyt gaat via Jurgensen wat ruimte zoeken aan de rechterkant. Vinovic, Nieuwkoop, natuurlijk nu ook rechtsachter, hè, Nieuwkoop in plaats van middenvelden zoals 4-16. En weet je, geluk, hier, Jurgensen, die kan hem meenemen. Gebruikt goed zijn fysieke strength, legt hem in de box met zijn linkervoet. En het is Nigel Roberta, die kopt hem erin. Heerlijk doelpunt, 1-1. En zijn allereerste doelpunt in het shirt van Feyenoord is natuurlijk een fantastische prestatie voor de jonge knul. En die gaat helemaal gek en die zegt, ja, ik ben nu Feyenoorder, hey. En dat is wel, ja, iets om trots op te zijn. Daarom twijfel ik als je zulke doelpunten kan maken tegen zulke sterke verdedigers. Want dat zijn ze natuurlijk wel. Hij kan goed voor zijn man. Dan is het misschien wel iemand die je wil houden als pinchitter. In plaats van Kramer of natuurlijk de grootste ster Jurgensen. Ik denk wel dat het goed zou zijn als we zulke spelers zouden verhuren. Want zoals Fernandes, die ik ook natuurlijk nu speeltijd ga geven. Ik wil de jongens al verschillende speeltijd geven. En ik wil gewoon zeker weten dat we precies weten wat we van ze kunnen verwachten. Want het zou toch zonde zijn als je spelers gaat uitlenen terwijl je niet weet hoe goed ze zijn. Dat, als ik één ding geleerd heb van 4-16, is dat het wel. Sommige spelers ben je gewoon heel goed in zelf. Maar sommige spelers passen je ook misschien ook niet jouw speelstijl. Vandaar. Het is inmiddels 48e minuut, tweede helft. En het is Dalbert, die kan een hele mooie voorzet geven in de bok van Heide kan weghalen. Het is Donis die hem terugkrijgt. Dan Cozzello, Cazillo kan doorlopen. Oh, Boomer. Die wordt niet gedekt. Boomer wordt niet gedekt. En dan sta je 1-2 achter. En dan wordt het heel erg lastig om hopelijk meteen weer hierna naar die aftrap. Maar het is net een nieuw strijdplan gemaakt. Net die wissels gedaan. Of tenminste voorbereid, niet volledig voltooid natuurlijk, maar wel een beetje een idee van wat we gaan doen. En krijgen we meteen het doelpunt tegen. Dus wat moeten we nu gaan doen? Omschakelen en het plan weer nog steeds blijven uitvoeren. Maar we gaan terug naar 4-3-3. We gaan een beetje heen en weer wisselen. Fernandes kan op links en rechts spelen, heb ik gecheckt op zijn profiel. Kuyt gaat op kamp spelen. Vinovic wordt gewisseld voor Berghuis, wat meer sterkte in de rechterkant in de box en om de box. En linksboven zien we Hummels gaat naar Bayern München, maar het wist natuurlijk al lang al. Nieuwkoop, oh, die geeft een assist! En Labby Han die scoort daar bijna. En Nieuwkoop geeft bijna een assist voor een doelpunt. Per ongeluk. Het was een mooie tackle op zich. Kijk hier, hij haakt hem net weg. Maar daar loopt Labby Han gewoon heel erg goed mee. En dan maakt het voor jezelf bijna nog heel erg moeilijk op deze manier. En de wedstrijd is gelukkig nog niet afgelopen. Wat gaan we doen? Er is een uittrap van Warner Haan. Dammers, Wessel Dammers naar Van der Heijden. Tony Villena. Helemaal open voor Nieuwkoop. Oh, lekker paasje van Nieuwkoop. Berghuis kan nu wat ruimte creëren. Legt hem door, Roberta. Dit moet hem worden, Roberta. Wordt neergehaald. Penalty. Ja, we hebben een penalty. We hebben een penalty mee. 1-2. En, oh god, ik ben zo slecht in penalties. Rood. Kijk. En dan kunnen we die wedstrijd helemaal om gaan gooien. Ik ben zo verschrikkelijk slecht in penalties. En Roberta zegt, ja, dat kun je wel aankomen. En hij zegt, ja, zo is het ook wel weer zo. Gewoon een aardig onderontje, maar
Oké, ik moet even complimenten geven dat het er weer beter uitziet. Gewoon die tackles, die bewegingen, het ziet allemaal weer mooier. Ik heb nog steeds die trainer aanstaan, dat doel, want ik ben er helemaal niet goed in. Oh, yes! Oh, dat was... Ik gooi nu iets om mijn muur uit, dat hoort hij misschien wel. Dirk. Heerlijk. Ja, ik wil Dirk gewoon sowieso een paar keer doen. Ja, sorry, ik vind het gewoon zo geinig. Maar die aanloop, het zal nog even heel veel wennen. Ik moet nog echt oefenen ermee. En iemand die een heel jaar legendarisch gespeeld heeft, zou je denken dat die het waardig aan zou kunnen. Maar ja, ik vind het gewoon lastig met Deppie Dirk om penalties te nemen over het algemeen. Dat zullen we in de komende aflevering nog meer gaan zien. En als je mij op Twitter volgt, dan wist je dat ook al. Dat gaf ik ook nog laatst nog aan. Natuurlijk, Facebook en Twitter, dat is de plek. Place to be als je wat meer met mij wil communiceren. Berghuis, mooie beweging naar Roberta. Legt hem terug op Berghuis. Dit kan hem worden. Ah, wordt getackled. En het is geen penalty. En ik zit hier ook letterlijk gewoon met mijn handen in mijn haren. Want we hadden gewoon kunnen winnen, maar het blijft bij een gelijk spelletje. Maar we gaan door naar de halve finale. Want Hoffenheim wint namelijk van de andere tegenstander. En wij gaan dus door naar de halve finale en moeten spelen tegen Eibar in de volgende wedstrijd. Ik hoop dat je genoten hebt. Abonneer natuurlijk. Bijna 1000. Fantastisch jongens, bedankt daarvoor. En natuurlijk vergeet niet te reageren als je me wat advies wil geven of informatie. Of gewoon vertellen hoe leuk jij FIFA 17 tot nu toe vindt. En dat zie ik je graag in de volgende aflevering. See ya.